Hoe is het met de opnames met Emma Wortelboer, wordt ook nog steeds gevraagd? Ja, die zijn nog steeds gaande. Is ze terug uit Tokio? Ja, zij is terug uit Tokio. Vorige week al teruggekomen uit Tokio. Wij zijn afgelopen vrijdag zijn wij naar haar middelbare school geweest in Almelo. En daar hebben we interessant gepraat over lesgeven, social media in de klas, dat soort van vraagstukken. En zij was natuurlijk ontroerd en opgewekt doordat ze die school nog weer eens zag. En al die oude leraren, je weet hoe sterk die gevoelens kunnen zijn. Ik was er eigenlijk wel een beetje jaloers op in die zin dat ik was zelf door omstandigheden. Was ik in mijn oude school geweest in Wageningen. Met mijn broer notabene voor een ander televisieprogramma. Namelijk dat programma met mijn broer. En mijn school ziet er aan de buitenkant nog keurig uit. Het is een rijksmonument. Het is aan de binnenkant op een zo trieste manier verwaarloosd. Het ziet er zo shabby, vies, ongeïnteresseerd uit. Het moet volgens mij echt 30 jaar helemaal geen kloot aan gedaan zijn. Het is diep treurig. Ik hoop dat ze schijnen te willen verkopen. Ik hoop dat ze er een bestemming voor vinden waarbij ook het interieur toch nog eens een forse opknapbeurt krijgt. Hoe was het trouwens in Wageningen voor de rest? Nou ja, hij arriveerde terwijl de 5 mei-viering in volle gang was. Dat was eigenlijk het. Ik had al verteld dat ik bij Koningsdag had ik een eetafspraak in de stad gemaakt. Ja, was het heel zonder druk. Zonder te denken aan Koningsdag. Waardoor al onderweg dacht ik al, wat zijn dit voor groepen van krankzinnigen? Allemaal met hoedjes op en verf op de neus. Die op weg zijn naar de pen. En toen hoorde je ook in de verte die insisterende, dat gedreun wat tegenwoordig bij dit soort van gelegenheden. En zo was het in Wageningen. Al net zo. Ook allemaal natuurlijk met vlaggetjes en nou ja. Ja, ik weet niet, kennelijk ziet de mensheid, of althans vooral het jeugdige deel van de mensheid, ziet als absoluut hoogtepunt van festiviteit is een soort oerwouddreun. Hè? Een soort oerwoud, hoe moet je dat zeggen, ritme. Die luidsprekers die zijn wel hoog ontwikkeld, want je kon ze op kilometers afstand horen. Je had ook het gevoel dat je tegen het geluid in kon leunen, zou ik maar zeggen. Ja, wat doen de mensen daarbij dan? Die springen dan op en neer. Ja, je vraagt je af, wat is daar nou aan? Maar kennelijk, als je nou maar genoeg bier drinkt, dan is dat hartstikke fijn om bij dit soort van gedreun op en neer te springen. Ja, ik ben 69. Ik wou zeggen 69, dat ben ik helemaal niet. Ik ben 79, ik ben het. Ja, je kijkt daar met een immense verbazing, kijk ik ernaar. Ja. Kijk, dat je festiviteiten hebt, dat begrijp ik wel. Maar dat ze van een zo ingrijpende, ook muzikale stomzinnigheid zijn, dat vind ik dan toch weer verrassend. Hmm. Heb je de dingen kunnen bezoeken die jullie wilden bezoeken? Hebben jullie leuke verhalen kunnen maken? Ja, zeker, zeker. Ja, het zijn alle mogelijke leuke dingen. De universiteit ging het over, hè, vooral? Het ging vooral over de universiteit. Laat ik er één ding uitpikken. We hebben de redder van de banaan hebben wij geïnterviewd. Dat was hoogst interessant. De redder van de banaan? De redder van de banaan. De banaan wordt namelijk met ondergang bedreigd. Alle bananen, met name alle exportbananen in de wereld, dat is één type banaan, dat is de Cavendish. En die is een product van klonen. Al die planten zijn klonen van uiteindelijk één originele plant, of een aantal originele planten, allemaal dezelfde soort, de Cavendish. En de Cavendish was al een soort die geïntroduceerd is, alweer een tijdje geleden, omdat het daarvoor populairste bananensoort aangetast raakte door schimmels, zowel bladschimmel als grondschimmel. En de Cavendish had nergens last van. Maar ja, je ziet, als je er maar lang genoeg mee doorgaat, en die schimmels, dat zijn enorm actieve, hoe zullen we dat zeggen, wezens. Hè? We hebben besloten dat schimmels eigenlijk levende wezens zijn. En wat heeft zich ervoor gedaan? Ongelukkigerwijs, ik geloof eerst op Taiwan, bleek dat ook de Cavendish aangetast is door bladschimmel. Daar valt wel tegen te spuiten, begrijp ik. Maar ook, hij wordt tenslotte ook bedreigd door grondschimmel.
Dus wat hebben ze nu in Wageningen besloten? Daar hebben ze een hele reek tientallen bananenvarianten verzameld, bananensoorten, want er zijn tientallen verschillende bananensoorten. Het bananen is overigens voor honderden miljoenen mensen is dat het hoofdvoedsel. Dat is niet onze banaan, dat gele ding wat wij bij de groenteboer kopen, maar dat zijn vaak bakbananen of kookbananen, heb ik begrepen. Nou ja, daar stonden wij dus in een soort wonderlijke plastic jasjes en met speciale hoesjes over de schoenen in de bananenkas, waar het weet ik hoeveel, het is natuurlijk een tropische plant van tropisch vochtig oerwoud. En nou ja, ze zijn bezig met het maken van kruisingen, zodanig dat daar tenslotte een veel grotere variëteit zal zijn aan bananensoorten. Het kan best zijn dat die dan weer, dat er weer eens een soort zal worden aangetast door die schimmels, wat ik al zei. Ten slotte zullen we hier op de planeet zullen wij opgeruimd worden, misschien door schimmels. Een heel succesvolle levensvorm in allerlei opzichten. Je hebt al een hele tv-serie over, heb ik begrepen. Ook weer interessant. Ik had namelijk net gelezen van die schimmels die mieren aantasten. En dan de mieren herprogrammeren. Dat vond ik wel een fantastisch verhaal. Maar goed. Ja, dus, en hij zei dat er goede vorderingen werden gemaakt. En dat waarschijnlijk toch de banaan wel gered zou kunnen worden. Maar daar zie je dus, dat is een onderzoek in Wageningen, wat overigens ruim gefinancierd wordt, je begrijpt, door belanghebbenden in de bananenindustrie, maar waar er tientallen mensen bij betrokken zijn. Hartstikke interessant. Ja, heel nuttig werk van die Wageningse Universiteit. Ja. De Wageningse Universiteit is natuurlijk op zichzelf wel verscheurd, doordat een groot aantal docenten ook in Wageningen natuurlijk ook wel begrijpen dat de grootschalige gewetenloze industriële landbouw, dat we daar niet eeuwig mee door kunnen gaan. En een ander deel van de Wageningse Universiteit is juist, niet waar, heeft juist in de loop der tijden natuurlijk significant bijgedragen aan de ontwikkeling van een, nou ja, laten we het maar eerlijk zeggen, industriële landbouw in Nederland. Dus daar zit wel frictie in, maar dat is natuurlijk natuurlijk en ook op zichzelf wel leerzaam. En een afspiegeling van de maatschappij dus ook, die universiteit. Zeker. Daar, ja. Zeker. Nou, we hebben natuurlijk de Wageningse berg gedaan. Waar komt die berg vandaan? Waarom is er in Wageningen een berg? De ijstijd, hè, heb je verteld al. Dat is allemaal van de ijstijd. De één na laatste ijstijd natuurlijk. Het zogenaamde Saliën. En ik was wel gekwetst toch. Dat de Gerberberg bleek 10 meter hoger te zijn dan de Wageningse berg. Dat was wel een beetje een rot plekje op onze avonturen daar. In het najaar op televisie, deze aflevering. Ja, dat zal zeker het najaar worden. Als de planning klopt. Dat denk ik wel, ja. En jij zei nog iets interessants. Je zei, we beschouwen schimmels nu als levende wezens. Sinds wanneer is dat en wie heeft dat bepaald? Ja, dat is een interessante vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo precies. We hadden eigenlijk wel te weinig aandacht voor schimmels. Maar we weten nu dat het de grootste levende wezens zijn schimmels. Niet waar, want je kunt natuurlijk... Er zijn schimmels die echt... tientallen, zo niet honderden vierkante kilometers groot zijn. Dat is dan, kun je aan DNA-materiaal kun je zien dat het in principe hetzelfde wezen is. We weten nu dat schimmels eigenlijk, nou ook wel niet zeggen dat schimmels nadenken, maar schimmels kunnen bewust op zoek gaan naar voedsel. Schimmels, er zijn bovendien eindeloos veel schimmels van alle maten en soorten en activiteiten. En nogmaals, vroeger werden ze eigenlijk tot het plantenrijk gerekend en nu worden ze tot het rijk van de levende wezens. En planten zijn natuurlijk ook levende wezens, maar goed, het zal wel dierenrijk, ik zou wel moeten zeggen, nu worden ze tot het dierenrijk gerekend. Het is een wonderlijk hybride soort van... Maar hoe gaan ze dan op zoek naar voedsel? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, met die schimmeldraden die in de grond groeien, overal, er zijn overal en altijd schimmels. Daarvoor dat je straks gaat een stukje kaas kopen, dat doe je in een plastic bakje. Het zit vaak zelfs al verpakt in plastic. Je legt het in de ijskast, het komt er niet zo van. Je gaat 3 weken met vakantie, nou ja. En hoe ziet dat fantastisch verpakte stukje kaas eruit? Beschimmeld. Kun je overigens de beste afsnijden en opeten. Mensen moeten daar niet zo kinderachtig over doen. Maar overal en altijd zijn er schimmels. Ja, maar als wat jij zegt klopt, dan is het zo dat die schimmel op zoek gaat naar die kaas en op een gegeven moment toeslaat. Maar... Nee, het is niet zo dat die schimmel uit de grond van je tuin en dat je
je keuken binnenwandelt naar de ijskast. Het heeft met het verouderingsproces te maken, toch? Nee, die schimmel is er dus al. De sporen van die schimmel zaten al op die kaas. En op een gegeven moment wordt hij zichtbaar? Of, ja, die wordt zichtbaar omdat hij dus de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Dat zijn meestal van die blauwe schimmels, zoals je weet. Ja, ja. Je hebt ook speciale kazen waarin de schimmel geïnjecteerd wordt om de smaak van de kaas te bevorderen. Maar goed, er is een heel interessant boek verschenen over schimmels. Nou, misschien moeten we dat ook eens bespreken. Hoe heet dat? Weet je dat uit je hoofd? Nee, dat weet ik niet. Oké, moeten we even over Underground. Hey, maar op een moment... zoiets in de geest. Ik dacht Underground. Maar als je die kaas dan maar lang genoeg laat liggen en het gaat schimmelen, dan verdwijnt die schimmel op een gegeven moment toch ook weer, of niet? Nee. Vreet de kaas op. En dan blijft de schimmels blijft zichtbaar. Heb je nooit die enorm lollige opname, versnelde opnames gezien van zo'n fruitschaal? Ja, zo'n timelapse. Ja. Ja. Nou ja, eerst ziet het fruit ziet er prachtig uit. En dan eerst beginnen vlekjes. En tenslotte zakt het helemaal in elkaar. Het vocht loopt eruit. En tenslotte blijft er een soort bruin plasje over. Ja. Het is geconsumeerd. Maar dan zijn de schimmels wel uiteindelijk weer weg. Ja, die gaan iets anders doen. Ik weet niet precies wat. Ja, we zitten nou zo alsof ze op de fiets stappen. En naar een ander fruitschaaltje uitwijken. Zo is het toch niet. Maar... Nou ja, schimmels zijn alom tegenwoordig. Fascinerend. Ja, dat is echt fascinerend. Eigenlijk is het zo, laten we dat nog eens even constateren, dat als je toch ziet wat sinds mijn jonge jaren, wat we wijzer zijn geworden over de natuur, over de intelligentie van dieren, over het heelal zelf, hoeveel we astronomisch wijzer zijn geworden. Denk aan de Hubble en de Webb en alle andere telescopen trouwens. Systematisch grootschalig onderzoek. Het wordt wel eens gezegd van ja, wat levert die wetenschap eigenlijk op? De meest fantastische kennis. Ja. In mijn leven is de wetenschappelijke kennis al zo ongelooflijk veel groter en ruimer geworden. En bovendien allemaal even fascinerend. Ja. Over James Webb had laatst weer een fantastische foto, hè, de telescoop. Weer een hele haarscherpe foto vanuit de ruimte. Ja, wat van wat hadden ze gefotografeerd? Ja, was het Uranus of iets dergelijks? Dat zou kunnen. Ja. Een van onze planeten. Ja. De podcast daarover kun je trouwens ook terugluisteren. Daar hebben we een keer helemaal uitgebreid over gehad. Volgens mij vorig jaar zomer. Dus even terugzoeken kun je hem vinden. De Webb-telescoop, ja, fantastisch. Dat het tenslotte toch van gekomen is. Want ik geloof 10 jaar te laat of zo. Maar hij is er gekomen. En de Amerikanen doen ook hele goede dingen.